met je stift gaan stiften. Stiften. Yo, leuk dat je kijkt naar Kooktippie. Mijn naam is Romy. Ik ben Suus en wij zijn Kookprinsjes. De zomervakantie is bijna afgelopen. En dat betekent dat we weer terug naar school moeten. Ja, Suus, heb je eigenlijk al schoolspullen gekocht? Nee, ik ga niet meer naar school. Stiekem wist ik dat al. Maar we hebben vandaag een hele leuke verrassing die te maken heeft met het voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Maar wie gaan we verrassen? Nou, de eerste is Isa. Zij is 18 jaar oud, ze woont in Utrecht, zuid van zingen en dansen en begint volgend jaar aan de lerarenopleiding. En over de tweede kan ik nog niet zoveel zeggen, want die gaan we op straat verrassen. Maar nu eerst spin de botte! Degene wie de botte kant gaat naar Isa. Dit ben ik. Dit ben ik, spin. Spin de botte, spin, spin de botte. Hoi, ik ben vandaag in Utrecht en ik ga hier Isa verrassen. Zij begint volgend jaar aan de lerarenopleiding. En om dat jaar top te beginnen, ga ik haar vandaag meenemen. Ze denkt namelijk dat ze gaat shoppen met haar zus vandaag. Maar dat is natuurlijk niet zo. We gaan haar schoolspullen pimpen. Vet! Dat kan je ook thuis doen. Dus kijk lekker mee. Hoi. Hallo. Ben jij Isa? Ja. Hoi. Ik ben Romy van Kookprinsjes. Hi. Klopt het dat jij volgend jaar gaat beginnen met de lerarenopleiding? Ja. Ik wil je vandaag meenemen. Om je daarop voor te bereiden. Lijkt je dat leuk? Wist jij dit? Ze zit in het complot! Misschien. Ja, je dacht dat je ging shoppen vandaag, maar... Ja. We gaan ook naar Amsterdam, zeker. Oké. Okay. Maar wel iets anders doen. Ik ben vandaag op Renesse, het leukste vakantieoord van Nederland. En als je denkt aan back to school, dan denk je natuurlijk aan nieuwe schoolspullen kopen. Maar je gaat ook allemaal lieve jongens en meisjes ontmoeten. En hoe wil jij die nou gaan versieren? Daar ga ik je vandaag een stukje bij helpen. Dus kom mee. Nou, ik ben nu op zoek naar een groep die mij kan uitleggen hoe je nou moet gaan flirten. Ik ga dus ook niet één iemand verrassen vandaag, maar ik ga waarschijnlijk wel veel meer mensen verrassen. Dus laten we op zoek gaan naar een groep. Oké, jongens, ik heb een vraagje. Stel dat je volgend jaar weer opnieuw in de klas komt, ja. Allemaal nieuwe mensen ontmoet. Ja. En je moet een meisje gaan versieren. Ja. Hoe doen jullie dat? Jezelf zijn, als je knettergek bent, wees je knettergek. Als ze dat niet kunnen handelen, ja, dan weet je dat het gewoon niks wordt. Hebben jullie dan goede versiertrucs voor mij? Hoe je die zou moeten versieren? Je pen laten vallen. Echt? Ja, dat is heel subtiel oppakken. Dat is gewoon heel subtiel. Oké, dus jullie zeggen eigenlijk gewoon ernaast gaan zitten en een gesprek beginnen. Gewoon spontaan een gesprek beginnen. Gewoon spontaan. Out of the blue. Heel veel plezier nog vandaag. Gaat zeker lukken. En misschien zie ik jullie zo meteen wel bij het spel. Ja, succes verder. Dankjewel. Succes. We zijn bijna op locatie, maar ik wil natuurlijk eerst even weten wie je bent. Nou, ik ben Isa. Ja, en jij gaat volgend jaar beginnen aan de lerarenopleiding. Yes. En waarom de lerarenopleiding? Die vraag heb ik zo vaak gehad. Ik wil heel graag met kinderen werken. En ik ga ook een muziekspecialisatie doen, dus ik word ook muzieklerares. En ben je al een beetje aan het voorbereiden? Nee. Vooral vakantie aan het vieren. Ja, ik moet wel heel veel boeken halen en zo, dus daar ben ik wel een beetje mee bezig, maar nog niet echt met... Even nu nog even vakantie. Oké, vet. Nou, dan ga ik je daar vandaag een beetje mee helpen. Yes. Laten we naar de locatie gaan. Ja, is goed. Cool! We zijn aangekomen in Amsterdam, op de plek waar we vandaag aan de slag gaan. En ik zie hem al staan, Miguel. En hij gaat ons vandaag helpen. Hi, hi. Miguel. Hallo. Hi. Hi. Miguel. Wat gaan we doen? Nou, vandaag gaan we sowieso op haar hoesje gaan we een gezicht tekenen. Dus haar gezicht. En we gaan twee iPhone hoesjes pimpen. Ik denk, laten we beginnen. We gaan gewoon proberen voor de telefoonhoesjes. Gaan we gewoon eigen designs maken. Dus gewoon lekker pimpen, gewoon vrij zijn. En voor de laptoptas, ja, gaan we gewoon een gezicht erop doen. Even kijken. Prulletjes, gewoon even snel. En dit wordt haar gezicht? Ja, dat wordt haar gezicht. Ja. Nice. Zeg maar, de wenkbrauw heb ik nog niet gedaan. Dit wordt uiteindelijk. Ja, sowieso, sowieso. Vet. En als kijker thuis kan je dit natuurlijk ook doen. Dus wat heb je nodig? Ja, stap 1, telefoonhoesjes. Mm-hmm. Stap 2, stift. Ja. Stap 3, papier. Stap 4, potlood sowieso. Ja. En stap 5, ja, ontwerpen gewoon zelf. Ja. Vet. Nou, laten we dat doen. Nou, ik heb genoeg tips bij elkaar gesprokkeld, denk ik. Het is tijd voor de tweede deel, dat is het spelletje. Ik heb hier een bekertje met allemaal opdrachten erin. En de kandidaten moeten via deze opdrachten het nummer fixen van een ander. Laten we even kijken of het gaat lukken. Zouden jullie mij willen helpen met een spelletje? Ik heb hier een bekertje met allemaal opdrachten erin. En ik heb mensen nodig die me helpen met het uitvoeren van de opdrachten. Oké. Okay. Ja? Ja. Oké.
ga met iemand op de foto. Nou ja, je hebt dus nu deze opdracht gepakt. Met iemand op de foto gaan. Maar het echte doel is proberen een nummer te fixen van iemand. Durf je de challenge aan bij mij? Ja? Tuurlijk. Kom, laten we op pad gaan dan. Oké, nou ja, heb jij al een tactiek van hoe jij met iemand op de foto gaat? Niet echt eigenlijk. Nog niet echt? Maar je moet iemand zijn nummer gaan fixen. Ja, inderdaad. Maar als je dus die foto maakt, ik had gevraagd van, hé, was je nummer? Dan kan ik meteen naar je toe sturen. Ja, dan kan je hem naar hem toe sturen. Dat is een hele goeie. Ja. Nu mag je alleen nog gewoon een knap persoon vinden. Doen we. Oké, succes. Mag ik misschien met even jullie op de foto? Ja? Wat is je nummer? Dan kan ik meteen even naar je toe sturen. Wat is je naam? Klaas. Oké, okay, dankjewel. En hoe was het? Oh, top. Mooie foto. Succes met flirten. Ja, en zo. Dankjewel. Als je op school komt weer. Je bent al begonnen. Yeah. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed denk ik. Kijk, ik ben nu bezig met de onderlaag. Zeg maar, dat is gewoon de ondergrond voor het gezin natuurlijk. Ja, ik denk dat wij gaan beginnen aan een sushi, want onze schatten zijn ook klaar. Stap 2, met je stift gaan stiften. En als je een fout maakt, kan je het altijd weer kofferen met zwart. Dus zorg dat je altijd een zwarte stift hebt. Nou, mijn hoedje is af. Het is heel mooi geworden. Ik kan dus gewoon niet tekenen, maar ja. Ik heb weer andere talenten. Hoop ik. Nou, aangezien jij je vriendinnetje mee hebt genomen, zou je ook mee willen doen? Ja. Ja? Ja. Graai even lekker in de beker. Oh, spanning en sensatie. Bied iemand een drankje aan. Kijk eens, alsjeblieft, coca zero sugar. Alsjeblieft. Dankjewel. Hier is de groep jongens. Gaat het gewoon nog kijken. Hoi. Hallo. Wees met een drankje. Oh ja, dankjewel. Mag ik dan ook je nummer? Hm? Mag ik dan ook je nummer? Voor mij pad wel. Dankjewel. Nou, dat ging echt mega goed. Dat ging echt super goed, ja. Hè? Ik ben wel heel erg benieuwd hoe de jongens het er nu van afbrengen. Ja. Dus gaan jullie nog even lekker zonnen met z'n tweetjes. Ja. En wens mij even heel veel succes met die mannen. Heel veel succes met die mannen. Dankjewel. Ik ben bezig met een spelletje. En in het bekertje zitten allemaal opdrachten. Ja. Wil jij mij helpen met een van deze opdrachten uitvoeren? Ja, is goed. Er zit namelijk nog een doel. Maak met iemand een dansje. Maar je moet ook een nummer fixen van iemand. Is goed. Dat gaat jou wel lukken, toch? Dat gaan wij doen. Ik weet al wel iemand. Ja? Ik moet samen met jou een dansje maken. Daar moet jij mij een nummer geven. Oké. Okay. Ja, we gaan sowieso de kreeft. Ja, de kreeft. De kreeft. Ja, en nu moet je nummer fixen. Doe goed. Ja, doe goed, hè? Ja, doe goed. Nou, die versiertrucjes gingen niet helemaal lekker volgens mij. Maar kom jij nou met iemand in de klas die je heel erg leuk vindt, ga er gewoon lekker naast zitten. En er rolt vast een heel erg gezellig gesprek uit. Ik ga weer even naar Romy toe. Later! Wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel vet. Ik ben heel benieuwd hoe het uiteindelijk eruit gaat zien. Ja, het ziet er heel nice uit. Vet. Awesome. Ik ben benieuwd. Hij is dus bijna af en het enige wat we nog moeten doen is spetteren. En dat mag jij doen. Oké, cool. Hij is af. Wat vet. Yes. Je mag hem reviewen. Als je wil. Oh, okay. Ja, jij. Ja? Wow. Hij is heel mooi. Heel, heel, heel mooi. Wat vet. Nou, die mag je meenemen naar huis. Heel vet. Ben je ook blij met die je zelf hebt gemaakt? Ja. Doof worden. Ja. Die hoesje, laptophoesje gaat nu wel heel goed je volgende schooljaar in. Ja, zeker. Ik vind hem heel doof. Vet. Nou, ik wil jullie allebei heel erg bedanken dat jullie er vandaag waren. Ik ga even een high five geven. Ja. Dank jullie wel voor vandaag. Yes. Dank jullie wel voor vandaag. En dan ga ik lekker kijken hoe het bij zus is gegaan. Hey zus. Hi Rami. Ja, heel leuk. En die van jou? Ja, ook wel leuk. Ik heb een heel mooi telefoonhoesje gemaakt. Maar wie heeft er nou volgens jou gewonnen? Hashtag Team Romy. Of hashtag Team Suus. Ja, en klik hier om te zien hoe wij zomerbaantjes hebben getest. En klik hier voor de vorige video van Coolbox. Vond jij deze video nou ook zo leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zien we jullie snel weer op CoachTV. Doei!